Want dan ben ik veel sneller. Dus mijn eerste tactiek, ik ga dat paard pakken en ik ga erop. En want er staat hier gewoon een paard, hè? Er staat hier gewoon een paard. Hoe dan? Net was het nog daar, ik meen het. Net was het daar, echt. Doris is weg! Ningo opent iedere week de jacht op een nieuwe uitdager. Wie blijft uit de handen van Saressa? Dit is het jachtseizoen. Maartje, oftewel Murf Dino, jij denkt dat jij ons kan verslaan? Dat je mij kan verslaan? Ik ga jou zeker weten verslaan, oké? Ik ben Murf de Dino en niemand kan mij vangen. Zullen we nog wel eens zien? Bij het slachtseizoen, Dino. Je kent de spelregels. Jij krijgt 20 minuten voorsprong. Die 20 minuten blijven wij hier zitten. Jij wordt zo meteen naar je cel gebracht. En dan drukken wij op deze knop. Zodra ik op deze knop druk, komt jouw cel of jouw stal vrij. Jullie kunnen mij niet in handen krijgen. Dat gaat jullie niet lukken. Jij krijgt zo meteen van ons een GPS-tracker mee. Daarmee zie ik om de 10 minuten waar jij je bevindt. Jij krijgt exact 4 uur om uit onze handen te blijven. Lukt dat jou niet, zal jij terug je stal in. Ik zal voor altijd uit jullie handen blijven en nooit meer terug in de stal gaan. Maarten kan je kennen van haar video's op het kanaal van Bit. Maar ook als de Incredible Dr. Paul. Ze is een verschrikkelijke Sean Dare gek. Die stoelen zijn echt lekker, maar die gaan helemaal zo op. Speciaal voor haar heeft Nienke daarom deze pet op. We starten vandaag vanuit het manege in Deuningen. Hieromheen zit een heel groot bos en daarom zou het voor Nienke extra moeilijk zijn. Maartje heeft inderdaad een heel strak plan. Ze denkt wel een paard van een stal mee te kunnen nemen. Maartje moet tijdens het spel een GPS-tracker dragen. De locatie daarvan wordt iedere 10 minuten doorgestuurd. Maartje krijgt 20 minuten voorsprong. Daarna mag Nienke de slacht openen. Ze beschikt over snelle fiets, communicatiemiddelen en een telefoon. En Maartje beschikt over niets. Er zijn enkele regels voor Maartje. Ze mag nergens naar binnen met uitzondering van openbare gebouwen. En mag niet langer dan 20 minuten draven. Maartje is ontsnapt, maar ze hoeft niet lang naar een paard te zoeken. En vol gas verlaat ze de manege. Oké, mensen, ik ben net weg en ik zit dus nu op Tess en ik heb ongeveer 5 minuten gedaan over het opzadelen of zo, maar ik ga dus nu ervan door. Oké, kom Tess, kom. Oké, ik ben nu aan het draven, want we moeten heel snel zijn. Oké, ik ben dus nou best wel een redelijk stukje weg van de stal. Maar ik ben nou best wel diep al het bos in. Maar ik ga me zo een beetje verstoppen, zeg maar. Ik ga nog iets verder. En dan ga ik me verstoppen. En dan, kan ze me echt niet meer vinden. Want dan ben ik echt heel diep in het bos. Dus dan zie ik jullie daar.
Maartje voelt zich goed, zo bijna vergeten dat ze achtervolgd wordt. De slag is geopend en Nienke probeert zo snel mogelijk weg te komen. Althans, daar probeert ze. Goed, beide teams zijn onderweg. Dat is echt, ik zit nu op het verboden gebied en het is echt ontzettend gevaarlijk, maar volgens mij wordt hier ook geschoten en zo. En maar ik hoorde net iemand heel hard schreeuwen. En mijn paard had heel onrustig en zo, dus is hier echt iets aan de hand. En dus ik moet nu echt een verstopplek gaan zoeken, want ik hoorde net al een fiets. Dus ik denk dat ze er bijna is, maar ik moet nu heel snel ergens gaan verstoppen achter een boom of zo. Dus dat ga ik gewoon even snel doen. Oh nee, Zesma! 500 meter hier vandaan! Ik moet het bos in! Ik moet het bos in! Zes hier! Zes hier, jongens! Zes hier! Oké, we gaan dit! Dit gaat lukken! Ik ga hem echt pakken, jongens! Ik zie haar! Ik zie haar! Ik zie haar! Daar! Daar! Daar, jongens! Daar is ze! Daar! Daar! Daar is ze! Daar! Oh nee! Nee, we hebben een obstakel! Ik ga het pakken! En terwijl Maartje vol gas geeft, probeert Nienke haar schoen te redden. Nee! Ja, oh, hallo. Geen tijd te verliezen, Nienke. En ik sta hier nou bij het bos, net buiten het bos. En ik ga het bos in, zeg maar. En daar kan hij me nooit vinden. Hoor, Tess, blijf staan. Oké, volgens mij is nu mijn locatie doorgestuurd. Dus ik moet er nu supersnel weer vandoor gaan. Vervolgens lijkt het Maartje een slim plan om achter een boom te zitten. Ze was even vergeten dat ze op een levend dier zat. Moet je dat niet doen, dat is veel te opvallend. Nee, dit gaat toch niet werken. Kom, we moeten door. Andere boom. Nou ja, dan maar het verboden toegangterrein op. Oké, ik ben nu al ongeveer 1 uur onderweg en we zijn heel diep in het bos, maar ik hoor nog steeds allemaal geluiden, dus ik denk toch niet dat ik van haar af ben. Maar ik ben al bij Beek aangekomen en daar moet ik overheen of zo, maar ik heb geen idee of het paard dat doet. En, maar het gaat tot nu toe heel goed en ik ben nog niet gevangen, dus ik moet nu door. Want volgens mij is mijn, even kijken op mijn GPS. Oh nee, 5 minuten gaan mijn locatie weer naartoe. Dus ik moet echt aanmaken. Dus we gaan nu snel weer door. Maar dan. Jongens, daar gaan we dan. Natte voeten hadden we toch al. Dat ze hier is geweest. De GPS-locatie zei net dat ze daar was en nu is ze daar. Ik denk dat ze hier is geweest. Hier, allemaal hoefsporen. Kijk. Dus ik denk, en ze gaan die kant op, dus ik denk dat we die kant op moeten. Volgens mij is ze daar. Ik zie haar! Ik zie haar! Ik zie haar! Ik zie haar! Shit. Nee! Nee! Jij gaat terug naar de cel! Nee! Oh nee! 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 Nee!
vangen. De volgende keer krijgen ze me niet meer te pakken. Ik wil je uit. Help! Help!